Gullit, kap. Toch gedaan. Gullit. 12e minuut. Alles klopt. Daarachter bij Ajax. Toen het opnieuw moest worden neergezet. Collier volmaakt kansloos. 1-0 Feyenoord. Gullit. Weer vrij, weer een Collier en een score. Van Cruijff. 2-0. Wat is hij blij? Johan Cruijff met deze score uit deze hoekschop. Gullit. Die spelhervattingen zijn ontzettend belangrijk. Want kijk eens naar de royale ruimte die daar was. Eerst de kopbal en dan het schot van Johan Cruijff in de 19e minuut. Olsen. Rijkaard, vrij twee man. Mulby van de lijn en in het doel toch. Eerst door Nielsen nog voor de lijn geraakt. En nu ligt toch die bal erin. Mulby scoort 2-3 mensen vrij bij die hoekschop. Dat is snel, dat is rap. 4e minuut, 2e helft. Kijk maar. Houtman liep weg. Nielsen, ja. Zo rommelt hij hem er dan toch nog zelf in. Omdat ook Wijnstekers natuurlijk niet kan trappen. 2-1. Wijnstekers. Cruijff komt. Ja, prima gezien door die twee. Maar de bal is op de lat en erover. Nu komt Wijnstekers en daar gaat Cruijff. Jelle Jaskov moet het laatste kwartier volmaken omdat Cruijff naar de kant gaat. Het moet voldoende zijn. Hopen Liebrechts en Cruijff. Met nog 14 minuten te spelen en Ajax in die tweede helft loopt het in aanval. Niet buitenspel. Mulby bleef hangen aan de andere kant. Wie mag het afmaken, Gullit? Hoekstra. Feyenoord, André Hoekstra, omdat Mulby blijft hangen aan de andere kant. Hier die nummer 4 bij Peter Houtman. En hij is dan de enige die over is als Gullit hier komt. Gullit kan kiezen. Hij kiest voor Hoekstra en die scoort. Houtman. Duit dan. Die vierde blijft erin zitten. En die is daar tussen de benen van Gallier. Schiet Henk Duit door. Dat is 4-1 en ongetwijfeld de eindstand. Henk Duut beheerst in dat rechtstreekse duel met Hans Gallier. Want dat is erg leuk meenemen. 4-1.